Goedemorgen en leuk dat je weer kijkt naar ons YouTube kanaal. Ik ben Jenno, dit is Jeline en ik heb heel lekker geslapen. Ja? Ik heb heel slecht geslapen. Oei. Ik was om 2:30 vannacht nou dat wakker en heb ik maar een beetje op Netflix een beetje films aan het zien gezien. Aan het zien geweest. Wow, ik raak zelfs niet eens aan mijn woorden. Wat? Wat heb je nu gedaan eigenlijk? Ik heb dus gisteravond nog films gezien op Netflix. Ik heb er 2 helemaal uitgekeken. Welke heb je gezien? You and Me en nog iets. You, Me, Us of zoiets. En dan nog een andere over een jongen die... over een meisje die eigenlijk... Nee, over een jongen die verliefd was op 2 meisjes. En die heeft dus 1 van de 2 meisjes bedrogen. En dan daarna komt er een volledig horrorverhaal eigenlijk bijna. Want dan dat meisje begint een beetje geobsedeerd te worden. Wordt dan beste vriendin met dan dat ene meisje. En probeert haar daarna te vermoorden. Dus het is echt wel een gezellig verhaaltje. Dat je... En dan schrik je ervan dat je niet kan slapen. Ja, ik kon eigenlijk niet meer slapen sinds dat wij T100 hadden gezien. Hij zei gisteren begonnen daarmee om even te kijken op Netflix. Nieuwe Netflix serie. Ik weet niet of het nieuw is, maar het ziet er wel allemaal ziet er vrij nieuw uit. En eigenlijk hadden we een tijdje aan jullie gevraagd of jullie een toffe Netflix serie weten. En daarvan zijn we dus nu dus T100 dus beginnen bedankt kijken. Voor de tip. Ja, we zijn super vaak binnengegaan. Super veel mensen sturen door. Dat is een hele leuke serie. Dan zijn wij ook een keer even gaan zien van, is het ook eigenlijk iets voor ons? Jij vindt het misschien ietsje te futuristisch, niet echt realistisch. Was wel in slaap gevallen tijdens onze 2e aflevering nog maar. Ja. En die was echt al heel erg goed, heel erg spannend. Die 100 gaat eigenlijk over mensen die op een spaceship zitten. Want de wereld is vergaan en de mensen hebben een soort van ruimtestation gebouwd waar heel veel mensen in zitten. En volgens mij, gewoon nog... Te veel mensen gewoon, want het voedsel raakt op een lucht geraakt op. Ja. En daarom hebben ze dus nu 100 mensen naar eigenlijk dus de planeet Aarde gestuurd. Want de planeet Aarde is terug aan het, bloeien. Ja. Hè? En dus ze sturen mensen terug naar de Aarde. En daar moeten zij dan gaan bewijzen dat het leefbaar is. Ja. Zoiets, hè? Zoiets, ja. En we hebben nu dus 2 afleveringen gezien. Ik heb er 2 gezien, jij hebt er 1,5 gezien. En ik vond ze wel heel leuk. Dus, heel spannend. Beetje zoals Lost. Ja, het lijkt wel een beetje op Lost. Het is ook zo op een eiland. Ja, dit is wel dan de Aarde. Maar al vind ik Lost nog altijd beter. Maar jij hebt nog maar amper iets gezien. Ja. En nu gaan we een beetje eten. Want jij nog eens een lief koekjes geweest om gemaakt. Koekjes af te bakken. Kijk, lekkere koffiekoekjes. Om mee wakker te worden. Lekker. En we eten voor televisie, dus waarschijnlijk gaan we nu nog verder kijken naar Zo 100. Ja! En daarna zien we nog wel wat we doen. En zoals jullie misschien al weten, we hebben zo een slushmachine van de Retro Family. Dat is dit dingetje hier. En die kan dus slushjes maken. En vandaag had ik eigenlijk zin in een slush. Een hele bijzondere. Het is... Ik kan slush maken. Even bekijken wat dit precies is. Een muntslush. Dus ik ga dus ijs in de machine doen. Een beetje water, een beetje zout en de munt maken. Dus dat wil zeggen dat ik denk ik een groene slush ga hebben. Hoop ik tenminste toch, want het is echt de eerste keer dat ik dit ga gebruiken. Ik ben heel benieuwd hoe dit er gaat uitzien. Maar een munt slush leek me wel heel erg origineel, omdat ik het nog nooit eerder geproefd had. En het is dus echt gewoon echt super handig. Dus ik doe hier eigenlijk nu gewoon dit open. Dan doe ik hier aan boven ijs in. Gecrushed ijs trouwens in dit geval. Daarbij ook nog een beetje zout. Heel klein beetje water. Dan neem ik even uit de kraan. Eigenlijk is het beste als het water ijs koud is. Maar dat hadden we voorlopig niet in huis. Oep, een beetje water erbij. Dan doe ik hierboven een beetje siroop. Of een andere frisdrank of zo kan ook. Hier zit er zo een maximum vuldingetje op. Dus heb ik nu helemaal gevuld met ijskoud water en muntsiroop. En dan heb je hier een knopje en die kan je op vries zetten. En dan meent hij rond te draaien en gaat hij de slush maken. De machine moet nu ongeveer een kwartiertje nog weer aanstaan. En daarna hebben we een heerlijk... Lekker slush. Ik hoop dat het heerlijk gaat zijn. Dan hebben we dus toch alvast wel een slush. Zie zo, onze slush is klaar. Ziet er een heel mooi groen uit zo. Leuk hè? Zo een groene kleur erbij. En ik heb er trouwens 2 gemaakt. Eentje voor Jenno. En eentje voor mij. Tadaa. Oh, wat is dat joh?
fire! Ja, ik heb een vuurwerkstokje zien gedaan. Om te vieren dat we 11.500 abonnees hebben. Ziet er wel heel bijzonder uit hoor. Slim van jou. Leuk hè? Ik vind het ook wel leuk. Het is wel bijzonder zo met zo'n muntsmaak. Dus als je zelf ook zo'n slushmachine hebt, doe ik wel eens een keer zo'n muntsmaak proberen. Het is echt bijzonder. Ook zo leuk, een hele leuke kleur, dat groen zo. Ik moet er dan met de stokjes te spelen. Ja, vuurwerk! Het lijkt een heel klein beetje nieuwjaar. Of jouw verjaardag. Of mijn verjaardag. We waren naar Netflix aan het kijken en we zijn gewoon in slaap gevallen. Zo ja. Spannend was die 100. Ja, het was wel heel spannend. Wij waren gewoon heel erg moe. Ja, oké. Okay. Slecht. We zijn best wel moe van alle werken die we al van de afgelopen dagen allemaal gedaan hebben. En ja, we waren nu even op een rustmomentje uitgekomen. En de zon die schijnt. Ja, erom. Ik zie bijna niets. Eigenlijk zo'n beetje wisselvallige dag, hè. Zo ja, regen, zon en regen. Wat afwisselend van elkaar. Ja. We waren dus aan het kijken, vielen in slaap. Niet zo goed, want wij hebben afgesproken met Anne, een vriendin van ons. En het is nu al 6:55. Ja, we hadden er om 7:00 moeten zijn. 7:00 te zijn. Ja, en we zijn daar uitgenodigd om bij hun thuis te komen eten. Dat was eigenlijk wel super onbeleefd om te laten komen, maar kijk, we konden er echt gewoon niet aan doen. We waren gewoon dood op. We moesten heel eventjes een ditje doen en even terugbekomen. We zijn maar ongeveer 1 uurtje te laat. Ja. We hadden wekker moeten zetten. Ja, maar ja, we wisten niet dat we in de slaap gingen vallen. Ik wist niet dat jij sliep. Ik wist niet dat ik sliep, dus we waren wel aan het slapen. Ja, en maar, vooral ook zo lang geslapen. Ja, inderdaad. Maar ik denk ook wel dat onze vrienden het ook wel eigenlijk gewoon zijn dat we altijd al een beetje te laat komen. We zijn niet zo echt stipt meestal. Nee. En in de tussentijd zijn we hier aangekomen bij aan. En we moeten kijken hoe mooi uitzicht staat zij hier. Dat is echt zo'n heel erg mooi platteland. Een plat veld zou ik eigenlijk zeggen, maar het platteland. Echt super, super mooi. Anne, welke dingen staan hier normaal gezien? Granen. Granen, kijk, er staan normaal gezien granen. En dat is, ik vind echt een super mooi uitzicht als je dat zo bekijkt. Mooi, hè? Vind je dat ook mooi? Ik vind dat prachtig. Prachtig uitzicht. Het is hier een terras met de view hier. Hè? Ja, ja, een terras met de view. Kijk, want hier zitten wij. Gaan we de vuurtjes naar buiten doen. Ja. We zijn hier aan het barbecuen. Kijk, de barbecue staat op. Ja, inderdaad. De vlam zit er al goed in. Maar er zit inderdaad een vlam in. Opgelet. Ja, dat het maar goed komt. Hè? Kijk, en hier ligt dus ook nog het vegetarische vlees voor mij. Ja, inderdaad. Kijk. Ja. De maïsburger. Draai je daarmee zo? Nee, niet met dezelfde pan. Zo warm dat toch niet, zal het even omdraaien. Wacht. Het was toch warmer als verwacht. Ja, het is echt wel... Het lacht er al aan. Ziezo. Voilà. Beetje aan het genieten en je nog een beetje de vlieg aan het wegslaan. Dat heb je dan wel. Je hebt wel een hele mooie view van over de zwaluwen, Jolien. De zwaluwen? Zitten er hier veel zwaluwen? De zwaluwen vliegen laag vandaag. Dat wil zeggen dat het morgen goed weer gaat zijn. Ah, oké. Okay, de zwaluwen vliegen laag, dus morgen mooi weer. Dat is blijkbaar zo. Ik zie het zitten voor morgen wel, mooi weer. Zie je ze, schat, de zwaluwen? Ik heb ze net gezien, ja. Ah ja. Dat is vliegen laag. Ik heb een buizerd gezien. Een buizerd? Hier ook? Ja, de wijngen direct. Prachtig. Een grote vogel. Ja? Een buizer. Ik vind dat jij nu ook wel echt eigenlijk beter je andersom moet zetten. Hier aan deze kant zetten, zo, dan heb je een barbecue met een heel mooi view. Ja, we concentreren op het vlees en niet echt op het uitzicht. Ja. Het is niet genoeg om naar het uitzicht te kijken. Ja. Op die manier. En hier terwijl hij is aan het kijken naar Tom, zijn nieuwste aanwinst. Dat is een Vespa. Dat is een motor. En daarmee kan je zelf over de auto snelweg rijden. Die gaat gewoon 125 km per uur. Meer. Nee, 125. 125 is zo'n beetje de max. Ja? Ah ja. Ik vind dat super gevaarlijk. Maar dat is niks voor ons eigenlijk. Hè? Ik heb eigenlijk vroeger nog wel een scooter gehad. Echt? Ja, maar dat was niks voor mij ook niet. Maar ik vind het wel super mooi. Ben je daarmee gevallen dan? Misschien? Ja, ik ben er 2 keer mee gevallen zelfs. Ja, vandaar dat ze het ook al, dat is ook al niet. Ik vind het gewoon zelf niet veilig. Maar Tom vindt dat wel veilig. Zo met twee wielen is het toch minder dan met 4 wielen natuurlijk. Het is wel handig als je bijvoorbeeld in de file staat met de auto, dan kan je niet vooruit. En met dit kan je gewoon door de auto's heen chasen en zo heb je nooit meer file. Dat is wel heel erg mooi. Het is wel prachtig, hè? Dat is wel heel erg mooi. Ja, maar ook nog zo'n lederen zadel. Ja, het is tof. Ja. En Andy heeft ook nog super veel paarden. Hier staat er eentje. Kijk, met een veulentje. Ziet ze het misschien niet goed? Zijn jullie lief? Ja, jij. Maar als je ziet, de hengst tegenover de mama is de hengst nog klein, hè?
Ze heeft veel paardjes, hè, Ann? Heel veel. Hoeveel heeft ze dan nu, Tom? Ergens in de 20. Ergens iets in de 20. Ah, kijk. Hier. En hier staat er ook nog een veulentje. En mama paard, ernaast. En Jenny gaat een paard meedragen. Meenemen. Alleen ze gaat niet dragen zoals Pippi Langkous. Wandel met een paard. Laten we maar gaan. Ja. We zijn afgesluit met de rest die kan lopen. Oké, dan mogen de andere paarden ook los. Ga je ze ook helpen? Die andere kotjes opmaken? Ja. Ze mogen naar buiten. Kom maar naar buiten, je mag naar buiten, hè. Kom. Allee, kom maar. Kom. Ja. Je bent interessant om in zijn huis te eten. Kom maar, naar mee. Kom. Kom maar, hop. Moet ik het oog terug te doen? We verlichten ons met kaarslicht. Ja, is een keer iets anders, hè. En we hebben net ijs gekregen. Oh, we zien het nou. Met vers fruit. Ja. Die ziet er heel lekker uit. Dan gaan we eens proeven. Lekker. Ja, lekker ijs. En lekker fruit. Ja, oké. Okay. Top, gelukkig. Als je het een leuk filmpje van die zeker aan staan de duimpjes omhoog. Vergeet je ook niet te abonneren en te reageren. Hieronder, tot morgen. Voor weer een nieuwe vlog. Doei. Bedankt om te kijken naar deze video. En als je meer wilt zien, dan klik je maar op een van deze knopjes.